de dames zijn op de plek gezet door de starter. En zijn er nog rond 6 rondes. Jongen van Eijk zijn hier direct buitenom. En zijn achter het kraantje. Ja hoor. Voor de eerste voorkomst. De eerste ronde onder leiding van de jongen van Eijk. En die heeft een gaatje van 1 meter of 10. 15. Goede discussies vanwege van aan de zijkant hoor ik wel. Die schilder zijn gaaf in de achtervolging. Ik vind het leuk dat die jongen vooruit gaat, maar wij kunnen mee, want we hebben na het passeren van deze finishlijn om nog iets rondjes om haar heen te halen. Aan gaat die aangehouden van die jongen van Eijden, lijkt geleidel te worden. Die schilder die komt met een rake klapper dichterbij. Vindt hier al aansluiting bij de derde passage. Drop en erover voor de eerste ronde. Lekker in overgenomen. Die ronde van Eind op dit moment positie 2. 4-7-3 krijgt een waarschuwing. Amber Kuis. 1 waarschuwing voor haar. Voorop, Maria Schilder. 1 nummer 118. Die ronde van Eind zijn nog steeds op de tweede plek. Maar dat wordt ook een Romy Brommer aangezaagd van die stoelboten, want die komt met een rappe schreden dichterbij. Die schilder zijn hier voorop. Haar laatste ronde. Wel voor haar. Dan 3 dames in de achtervolging. Romy Brommer en Melissa Stam. Die jongen van eigen passen. Die heeft de handjes al op de knieën. Zet nog een keer aan, laatste poging. Het is nog maar een halve ronde. Maar Ria Schilder, die kan de winst niet meer ontgaan in deze afstand. Romy Brommer, zij tweede. Melissa derde, Dionne vierde. Amber.